Ja, Dread Holland is een familieweverij. Van metaaldraden en kunststofdraden maken wij doorlaatbare transportbanden. Een normale transportband die dient alleen maar van transport van een product van A naar B. Ons product zit er kleine openingetjes in. Dat betekent dat tijdens het transport van A naar B gebeurt er iets met het product. Er kan water aan onttrokken worden, er kan hete lucht doorheen geblazen worden om het te drogen. Er kan stoom doorheen geblazen worden om te koken. Dus dat gebeurt eigenlijk tijdens ons transport. Ja, we hebben klanten wereldwijd, dus het is allemaal echt puur in de niche-markt. He, want wij maken dan materiaal bijvoorbeeld met 30 draadjes per centimeter. En als je dat op een breedte van 3 meter doet, heb je 9000 draadjes. Dus de voorbereiding, het settelen, zoals wij het noemen, dus in feite de lengte van de band achterop de balsen zetten. Ja, daar zijn ze wel vaak een 8 uur zijn ze daarmee bezig. Vervolgens moeten al die draadjes door de wisselkammer getrokken worden en door het weefblad getrokken worden. Dat gebeurt met 2 man. Die doen ongeveer 300 draadjes per uur. Dus we hebben wel bepaalde settels, daar zijn ze een week mee aan het voorbereiden. Dus daar zit gewoon de arbeidscomponent zit daarin. Zorg er ook voor dat als je zorgt dat de voorbereiding goed is, heb je straks met het weven minder problemen. En dan kun je veel langer door blijven draaien. Dus we hebben ook bepaalde producties, is de voorbereiding is 80 uur bijvoorbeeld. Maar vervolgens draaien die producties 300 uur op de machines. Dus het principe van het weven is nog steeds schering en inslag. Alleen dat hebben wij dan gecombineerd met een stuk innovatie en een stuk automatisering om te zorgen dat je gewoon beter, efficiënter, sneller en langer kunt gaan produceren. Dat maakt dan wel het groot onderscheid daarin. Ja, maar de factor mens is enorm belangrijk. Die maken het verschil. Ik kan machines kopen wat ik wil, maar als ik geen gemotiveerde mensen heb, dan krijg ik nog niet de producten. Alleen dan kunnen we met minder mensen en door slimmer werken, kunnen we meer omzet gaan genereren.